Ja, goeie avond en bedankt voor het ruimte maken. Ik hoop dat het tijdens de ronde ook zo druk is en gezellig. jawel, goeie avond allemaal. Het is PSS Echo. En terwijl er hier een brandweerauto voor langs rijdt. Nou, als hij zo direct ophoudt met de sirene aan. En dat doet hij nu, dan is de brand dichtbij. Ik ga eens even op P2000 kijken waar het precies is. Jawel, zijn er inmelders voor de distro-ronde? Ik zal even mijn spreadsheet voor me zetten. Frans had ik gehoord en Robert ook. Tenminste, ik ga ervan uit dat Robert zich inmeldt. Maar helemaal zeker ben ik daar natuurlijk niet van. FMJ, BKL, zijn er nog meer inmelders? PSS Echo. Nou, niet allemaal vol gas, mensen. Zijn er nog meer inmelders voor de Diesta-ronde? Of zijn we met de drie man? wat op zich heel gezellig kan zijn, hoor. De beste rondes die waren met heel weinig mensen. Maar het is wel leuk als er meer zijn. Dit is PSS Echo voor de Diesta-ronde. Hoppa, Delta 9, Whisky, Tango November. Goedenavond. Ja, dag Richard. Ik ga even kijken, want er is hier brand. Vlakbij. Momentje. Of het is nou iemand die met zijn vinger in de afvalbuis zit en die krijgt zijn vinger niet meer uit, hè? Daar worden de brandweerlieden ook voor gebeld, hè? Voor dat soort flauwekul. Of een kat in een boom of zo. Maar ja, of daar een sirene bij hoort, weet ik niet. Ja, dat doen ze afhankelijk van hoe dringend het is. Ik zie het niet, ik ruik het wel. Zo dichtbij is het. En ze stopt hier ook echt voor de deur. Maar het is net, ik zie bij de melding geen nummer. Maar was prioriteit 1, dus het is echt brand. PSS Echo. Ja, oké. Okay. Heb je daar zo'n speciaal ontvangertje voor ofzo? Of kan ik dat hier ook ontvangen? Zoeken op Google. Of ja, of een app installeren. Maar zoek op Google. P2000, Papa 2000 en dan Papa Delta 5 Hotel Whisky. Je kunt ook een P2000 app installeren, moet je wel de GPS locatie uitschakelen, want je zult vast geen meldingen uit de buurt krijgen daar. Het P2000 is een niet gecodeerd netwerk waarmee bijvoorbeeld brandweermensen opgeroepen worden. Maar er zijn ook codes die voor de pers bedoeld zijn, dus nou, ik zie de brand niet, ik ben op de bovenetage. Dus ik weet niet wat het is, ik zie ook geen brandweerauto, maar ze stopt hier echt, ja het was echt... 10 seconden nadat hij mijn adres voorbij was, stopte die. Dus die staan hier net om de hoek. Maar, nou ja. Ik doe me nu even gedachten van mij op. Ik zat ooit, was er een hele grote brand in Amerika bij een nieuwbouwflat. En dat was een heel groot complex. Dat, nagenoeg dat hele complex is afgefikt. En aan het begin van de brand waren de mensen die zaten te chatten. En die schreef, oh, maar het komt helemaal niet hier in de buurt, want het is 3 blokken verder. En, maar die... Dus zit ik nu ook even te denken. Waar is mijn kat? Dan kan ik die direct onder de arm nemen en mee naar buiten sleuren. Al het andere is onbelangrijk. Dit is PSS Echo voor de Diesta-ronde. Ik had Richard ook gehoord. Ik neem aan dat Robert inmiddels de P2000-monitor van Harry voor zich heeft. Ik denk dat het een voertuigbrand is als ik het zo zie. Helemaal zeker ben ik daar niet. Ik zal eens even kijken of iemand er wat op de chat over gezegd heeft. Auto in de fik, inderdaad. Het is een auto in de fik, maar ik zie het niet. Het is net buiten mijn blikveld. Maar ik kan die parkeerplaats hiernaast niet zien, dus dat zal het wel zijn. Nou, dan valt het mee. Ja, erg voor die persoon, maar het is erger als het in een gebouw is, hè. Ja, ik kan natuurlijk wel dicht tegen het gebouw aanstaan ook nog, hè. Oké. Okay. Nee, ik ga met mijn camera er niet... Ik had even een impuls. Ik ga er met mijn camera niet heen.
Oké, goed. PA11301 heb ik genoteerd en PA1HOV, die zit op de chat. Even kijken hoor. Ik ga nog even kijken of er nog naar dit chaotische begin of er nog meer inmelders zijn. PSS Echo voor de D-Star-ronde. PA1LZZ. Alpha 3 Kilo Charlie. Papa Alpha 3 Kilo Charlie. PA3KC. Lima Zulu Zulu en Kilo Charlie genomen. Hartstikke goed. Ah, dat zag de goede kant uit. Zijn er nog meer? Want nu word ik enthousiast. PSS Echo voor de D-Star ronde. Alen gezien. Een piepje gehoord, maar verder geen spraak. Maar dat is niet erg. Die staat erbij. PD1 ANS. Ik probeer het nog een keer, want dit is heel succesvol. Dit is PSS Echo voor de D-Star ronde. Zijn er nog meer? Papa Alpha 4 telt. Ik schreef goedenavond, John. Oh, ik stond bijna mijn porter van de tafel af. Ik kon hem net vangen. Dat is goed. Want het is een ouwtje. Rob, ook goede avond. Ik weet niet hoeveel die nog kan hebben. Met bejaarden moet je voorzichtig omgaan. Ook met bejaarde porto's. Maar Rob is, neem ik aan, van de lijst. Daar ga ik gewoon vanuit. Als het niet zo is, dan hoor ik dat wel. Dan moet je protesteren. Goed, er zijn er nog meer inmelders. PSS Echo voor de D-Star-ronde. Ah, ik ben heel tevreden hoor, dus geen klagen. Ja, dus ben ik een beetje arbitrair wie de eerste is. Ah, ik denk dat Frans dat was. Frans meldde zich op de chat al ruim voor de ronde. En Robert begon pas over de ronde te praten toen het 1 minuut voor tijd was. Dus microfoon naar Frans. PD4 Fox Mike Juliet, de eerste ronde. PSS Echo. Ja, dankjewel. John, een hele goede avond. Nou, ik heb mijn Kleenex Xbox heb ik hier in huis. En ik moet zeggen, heel leuk. Grote objecten. Kent die perfect. Ja, met kleinere objecten heeft hij wel moeite. Dat is wel een punt. Maar hoe groter het object, hoe beter de 3D-scan is. Hè? Dus ja, dat werkt best wel goed. En dat voor €15, John. Niet slecht, hè? Nee, dat is helemaal niet verkeerd. Ja, mijn printer die doet het niet. En ja... Ik ben nog steeds aan het worstelen om dat ding te ontstoppen, maar ik denk echt dat er een sensor kapot is ofzo bij een van de twee. Dus ik denk dat ik nu de andere maar in gebruik ga nemen. Die had ook een klein mankementje, maar dat was minder erg. Ja, dat krijg je met die goedkope troep, hè. Nou, maar het is niet duur. Jawel. Microfoon naar Robert, PA3BKL. En als we het over 3D-printers hebben, ja, dan denk ik aan Robert, PA3BKL. Voor Papa Alpha 6 Echo voor de D-Star-ronde. Ja, goedenavond allemaal vanuit Istanbul. Het was een begon vanmorgen leuk met weer, een zonnetje, maar dat zakt helemaal elkaar en vanavond waren mevrouw wat ramen gezend hier. En we hebben nog wat ramen hier en die zijn allemaal gevriesd door de stortregen nu. Althans, een uurtje geleden begon het enorm te waaien en zo, dus heel raar weer, maar het is echt wel een lint aan het worden hier. Ja. Even kijken, ja, die 3D-printers, dat is allemaal wat. Ik ben al aan het kijken naar misschien wel een MK4 hè, van Prusia. Daar heb ik al zin in. Dan verkoop ik mijn printer. Of laat hem gewoon staan, want de twee printers zijn toch wel handig. En ik was vandaag weer even wat aan het printen. En toen moest ik nog even een klein dingetje maken. Ik denk, ja, dan moet ik eerst 2 uur wachten tot die ene print weg is. Dus twee printers zoals jij die hebt, John, is wel handig natuurlijk, hè? Ja. Ja, ik zit ook een beetje te loeren voor hetzelfde geld. Kan je voor een klein beetje meer kun je een bamboe-printer kopen. Dat is ook een Chinees merk gemaakt door de engineers van DJI, de drone-fabrikant. Ja, wat daar allemaal niet in zit, daar zit een LiDAR first layer bed leveling zit erin. En ook een twee extruders zitten erin.
En nou, het is echt een super ding, joh. Hele mooie kast eromheen, dus het blijft constant van temperatuur binnen en zo. En die heb je voor, zeg maar, ietsje meer dan 1000 euro. Hè. Want natuurlijk een enorm hoeveelheid geld is natuurlijk. Maar als je ziet wat je ervoor krijgt, het is echt een mooi ding. Of die heel lang blijft draaien, weet ik ook niet. Want de pushers zijn heel makkelijk te repareren. Hè. Omdat je ze namelijk heel makkelijk uit elkaar kunt halen. Maar dat... Dat is bij die Chinese spullen vaak wat minder, hè. En de garantie houdt meestal ook op bij de deur, als ik het allemaal zo hoor. Ja. Ik had nog even wat raars met mijn hotspotje. Die stond ineens op een heel raar IP-adres. En ik denk, hoe kan dat nou? Dat is gewoon misschien wel eens uitgevallen en zo, maar dan gaan die dingen dus niet van op een ander IP-adres en zo. En toen merkte ik ook dat hij het helemaal niet meer deed. Hij ontving helemaal niks meer. En het was nog erger. Hij had een draadloos netwerk had hij in de lucht gezet en waar geen wachtwoord in stond. Dus ik heb voor mij heb ik een aantal dagen met een draadloos open netwerk gezeten hier. Dus ik heb eventjes in mijn log gekeken in mijn router, maar geen aanvalletjes en zo. Dus, maar daar schrok ik wel even van, hè. Dat wist ik helemaal niet dat het kon. Maar ik heb even gekeken en hij doet het nou weer. Dus via de microfoon hier van P3 BKL. Ja, omdat er best wel wat inmelders zijn, hou ik het kort. Ik heb ook al zoiets gezien met een van de hotspots inderdaad, dat iets vreemds gebeurde. Microfoon aan Richard Den Helder, PIN 9 WTN, die is daaronder, Papa Alpha 6 Echo. Ja, met de welbekende keer. Goedenavond, John. Goedenavond alle mensen die meedoen en meeluisteren. Grote opkomst volgens mij vanavond. Een paar weken geleden had ik het over de D-Star repeater hier in Den Helder. Dat ik een fout had gemaakt met mijn AVA met frequentie. Ik heb goed nieuws. Die is gewijzigd naar wat het dus voorheen was. Dus de repeater staat ook op dit moment 4 in de lucht. En die... doet het tot nu toe naar alle tevredenheid. En we zijn nog met wat kleine testen en bezigheden zijn we hier bezig. En stabiliteit controleren en dergelijke. Maar ik ben zeer in mijn nopjes dat dus Den Helder op de kaart gezet is met een nieuwe machtiging voor 3 jaar voor de D-Star repeater. Dus wat dat betreft ben ik erg gelukkig en ook best wel een aantal wat mensen in en rond Den Helder die mij ook duim omhoog hebben gegeven van joh, fantastisch dat het geregeld is en dat we er weer gebruik van kunnen maken. Dus Den Helder staat weer op de kaart. Hoera! Microfoon retour naar PA6E van PD9 WTN. Ja, Rotje, dat was eigenlijk de eerste vraag ook die ik je had willen stellen. Maar ik zie dat je ook via de repeater werkt. Het klinkt gewoon goed, hè? Geen drop-outs of wat ook. Dus dat is allemaal keurig. Hartstikke mooi, leuk nieuws. Snel naar de volgende. Tom, PE1LZZ van Papa Alpha 6 Echo voor de D-Star-ronde. Goedenavond John, goedenavond iedereen van Tom PLZ. Ik had een kort vraagje eigenlijk. Ik had het al net in een andere gesprek tussendoor willen komen, maar of ze hoorden me niet of waren ze druk bezig met de schotel. Mijn vraag is waarom zie ik in die helioscoop reflector, die DCS007, nu wel wat cool, maar als ik het door de week gebruik niet. Ja, het werkt niet altijd goed. Ik weet niet of jij die, dat kan ik niet zien, of jij die reflector geselecteerd hebt. Maar het kan zijn dat de repeater waar je zit niet, op dat moment niet op DCS-007B zit. Soms functioneert het ook niet goed. Maar volgens mij zit je op DCS-007B, dus dan zou je daarop... Wat je kunt doen is informatie opvragen. Hoe ging dat nou alweer? Volgens mij 0 intypen met DTMF.
De meeste repeaters die geven dan aan welke reflector dat de repeater staat. En het kan natuurlijk zijn dat de lokale repeater bij jou, dat die niet op DCS-007 staat. Dat is echt het meest voor de hand liggend. Ja, de reflectors die werken af en toe niet helemaal goed, dus dat zou een andere reden kunnen zijn. Maar je hoort daar wel op zichtbaar te zijn. Maar het meest waarschijnlijk is dat de repeater niet altijd, en ik dacht dat dat ook wel, er staat me iets bij van deze repeater, dat die niet altijd aan de reflector hangt. Dus dat zou het kunnen zijn. En dan zou je hem, ik weet niet of dat daar gangbaar is, maar dan zou je hem handmatig zou je hem eraan kunnen hangen. Hè? Als iemand anders een suggestie heeft die ik over het hoofd zie, dan is dat natuurlijk welkom. Microfoon naar PA3KC. Jurgen, goede avond. Van Papa Alpha 6 Echo, leuk dat je er bent. Goedenavond, John. Luisteraars, ik weet niet, kom ik over deze repeater, want ik heb hem even geswitcht. Even checken, hoor je mij, John? Ja, in blokletters zelfs. In blokletters zelf. Nou, dan dat doe ik er maar mee. Ik zat net via Papa India in Golf Lima Papa. Maar iedereen begon te hakkelen op een gegeven moment en verbinding viel ook weg, de repeater ging ook af. Dus die heeft wat internetverbindingsprobleempjes. Ik zit niet via P1DSE. Dus dan heb ik van Chris hier zo van digitaal stad Eindhoven. Chris heb ik al heel lang niet meer gehoord. Dus dat het ding nog überhaupt in de lucht staat, vind ik heel knap van hem. Dankjewel Chris, als je meeluistert. Afijn, ik heb weer een 71 ronde, dus ik denk, nou, maak direct van de gelegenheid gebruik om er eventjes in te melden bij je ronde. Want anders ben je zo alleen, anders heb je geen inmelders en dan vond ik het heel erg sneu voor jou. En op de avond dat ik me dus inmel, heb je dus veel inmelders. Nou, mooi dag. Goedenavond, John. Ja, drie keer. Ja, maar wisselt per week, hè? En als je Chris spreekt, ik ben niet, doe hem dan de groeten van ETE, want ik ken vast mijn nieuwe call niet. Maar ik heb hem ook al heel lang niet gesproken. De laatste keer volgens mij, toen was hij met een, toen deed hij mee met een wedstrijd van die staartwielvliegtuigen. Toen zat hij achter de stuurknuppel met de IC-92 aan de hand. Hè? Dus en landde op Texel volgens mij, of op Ameland, dat weet ik niet meer. Maar in ieder geval, dat was een heel festival was er. En je mocht alleen meedoen als je een staartwiel had. Jawel. Chris is al heel lang actief, hè? Dus ik zag inderdaad die call staan. Hij heeft een call die nog... Waar is, zoals veel van de eerste calls waren bij D-Star. Ja, DS... wat had je nog meer? Het Eindhoven niet, volgens mij. Maar Amersfoort was DSA. We hebben ook nog in Zeewolde DSZ gehad. En dus al die repeaters D-Star en dan de letter van de plaats erachter. En DSE is volgens mij de enige die daar nog van over is, hè? Jawel, microfoon naar Aalen in Harlingen. Ik kon zeggen Den Helder, maar dat is het niet. Het is er wel in de buurt, maar er zit wat water tussen en een dijk. Maar, PD1 ANS, de D-Star ronde, Papa Alpha 6 Echo. Ja, oké, John. Ik hoop dat ik er overheen kom. Ik weet het niet zeker. PD1 ANS. Nou, ik werk elke dag in Den Helder. Maar voor de rest, ik woon er niet. Ik zit weer mee te luisteren. Weinig beleefd hier. Maar het is wel lekker druk even in de ronde, hoor ik wel. Ik denk, ik ga weer even inmelden. En weer even meeluisteren. Dus lekker druk. En daar steekt er altijd wat van op. Hè. Dus zodoende. Oké. Okay. Nou ja, voor de rest, weinig wat de hobby bezig nog steeds. Maar gisteren nog. in ieder geval. Goed, nou, daar laat ik het nog bij. Ik luister weer even met belangstelling. PD1 aan S-Marlingen voor John retour. PD4 RS zie ik. En ik had ook Tom gezien. PIA2TSL niet gehoord, wel in de lijst zien staan. Dus Tom, jij krijgt de microfoon. En dan PD4 RS. PIA2TSL, de Diesel ronde, PSS Echo. Ja, is het John? PA2TSL. Ja, ik meld hem ook even in. Ja, ik heb eigenlijk niks te melden. Maar in ieder geval voor het
voor de statistiek is voor jou misschien weer leuker dat je hier voor je station erbij hebt. Ik was in belangstelling mee. Het was trouwens net een station wat vreselijk hard gemoduleerd was. Die werd er volgens mij met een 9700. Ik weet niet of het P1LZZ was, maar ik kan me vergissen. Maar die was te hard gemoduleerd, hè? Die vormde helemaal. Dus dat zou ik eventjes melden verder. Oké, John, nogmaals geen nieuws. En ik zou zeggen, ga rustig verder met de ronde. PA2TSL. Ja, dat was bij mij vooral Jurgen die vrij hard was met een 7100. Die sets die staan er ook wel erg onbekend. Hè. Dat is makkelijk. Als je de stand van de SSB volumeknop laat staan, dan en die is, ja, het is dezelfde volumeknop. Je moet hem bij die staan wel een stuk lager zetten. Dus mogelijk was hij dat. Ik heb bij andere Tom is me dat niet heel erg opgevallen. Maar ja, ik ben er ook nauwelijks gevoelig voor, moet ik zeggen. Dus als het te hard is, ik zal het niet snel zeggen, omdat ik, ja, ach ja, hoe harder, hoe beter, hè. Een microfoon naar PD4 RS en de Diesel ronde, PSS Echo. Echo 1, Julia X-ray in, ja, Harry vanuit Tegeleen. En ja, klopt, soms kom ik eruit als PD4 RS. En ja, wat daar de fout is, dat weten we niet. Ik heb het dan met PD4 RS al overhaald. Dan zei ik gewoon iets langer wachten voor de microfoon in te klikken, dan komt jouw te verkoop tevoorschijn. Hè? Nou, de eerste keer op deze ronde. Ik heb nu sinds een week heb ik dinsdag en het is nog even allemaal nieuw voor mij. Ik denk, nou, er toch maar even in, hè. Ik heb er eigenlijk geen verstand van. Dus even microfoon retour naar jou. Ik dacht dat het Harry was, hè. Het P1JT. Nou, het is bijna goed. Mijn naam is John, Juliet Oscar Hotel November, maar dat geeft niet. Als ik het zelf maar weet. Hè. Volgens mij was je call P1JXP, maar ik ben daar niet helemaal zeker of ik het goed onthouden heb. En ja, bij Diesta staat het inderdaad altijd handig in het display. En PD4 RS komt mij bekend voor, maar ik ben zo snel niet. Ik denk dat ik hier eerder gesproken heb, dat zit dat, denk ik. Maar ja, ik gewoon welkom. En ja, Diesta is hartstikke leuk, het is wel eens erg rustig, maar. De gesprekken die hebben meer kwaliteit dan op alle andere frequenties en modus die er zijn. Dat kan ik je wel vertellen. Dus het is erg leuk om dat erbij te hebben. En met name op dinsdag is de kwaliteit heel hoog, hè, van de verbindingen. Want ja, dan zijn wij er. HI. Nee, maar het is wel zo dat Diesta best leuk is. En het is het leuke van Diesta vind ik zelf dat er veel geknutseld wordt. En dat komt waarschijnlijk dat meer is bij andere dan andere digitale modus. Omdat Diesta toch wel een van de eerste was die er was. En ze waren daar dus al een paar jaar aan het experimenteren voordat de anderen erbij kwamen. Maar dingen als reflectors en dat soort zaken, die zaten er oorspronkelijk niet in. En die zijn later door de amateurs toegevoegd. En niet door de fabrikant van de apparatuur, hè. Grotendeels. En zo zijn er heel veel dingen bijgekomen. En een aantal daarvan die bleken de moeite waard te zijn. En andere die zijn we al lang weer vergeten. Hè? Dus die waren er ook nog. Dus. Goed. Even kijken. Ik heb nog wel een vraag of iemand in de ronde iets met Mike's 17 doet. De mode M17. Daar ben ik wel erg benieuwd naar. Maar in Frans is dat vast niet. De microfoon gaat naar Frans. PD4 Fox Mike Juliet. De Diesta ronde. Dit is Papa Alpha 6 Echo. Nee, John. Maar ik had wel nog een ander vraagje. En dan betrekkende over Windows. En misschien dat er iemand is die daar eventueel een antwoord op kan geven. Ik heb op het bureaublad heb ik mijn letters, dus van de icons, die heb ik altijd wit staan. En ik kan daar geen ander kleurtje aan geven. Ik zou niet weten hoe ik dat moet doen. Ik weet niet of ik jouw vraag goed begrijp. Wat is de kleur wit? Wat heeft de kleur wit? Is dat iets op het scherm? Want ik verstond het bureaublad. Begrijp ik daar nu uit? Ja, soms versta ik dingen niet goed. Dan versta ik een woord wat er erg op lijkt. Maar goed, bureaublad denk je dat je bedoelt, of niet? Ja, dat is correct, John. Het bureaublad, oftewel de desktop.
Je kunt daar een afbeelding downloaden en dan kun je kiezen of die gespreid is of dat die als een tegelpatroon is en dat soort dingen. Dat was bij de oude Windows zo. Dus ik ga ervan uit dat dat nog steeds zo is. Ik heb zelf alleen maar Linux en heel af en toe gebruik ik Windows omdat het dan moet, maar daar probeer ik zo weinig mogelijk me mee bezig te houden. Maar het is het bureaublad, de achtergrondkleur of de achtergrondafbeelding die je daar hebt, dat is een plaatje meestal. Dus ook die kleur. Dan moet je plaatje maken in de kleur die je wilt en dan dat als bureaublad achtergrondafbeelding. Nou, mooi scrabblewoord, maar zo moet je het doen. Microfoon iemand die zelf een Apple-fanaat is, dus ik weet niet of die je verder kan helpen. PR3 BKL, de Diesta-ronde. Papa Alpha 6 Echo. Ja, ik snap de vraag ook niet hoor, maar iets met een icoontje, zoiets wit of zo, maar en Windows, dus dat we zitten in de goede richting, lichtelijk met de neus in dezelfde kant op, maar wat er precies gevraagd wordt, ik ook niet. Dus als het zo is dat je hele, je desktop is helemaal wit, dan is dus inderdaad of de foto is beschadigd die er eerst stond, of maar je kunt gewoon met je rechtermuisknop op je bureaublad klikken en daar kun je dan bij beeldschermvoorkeur of zo kan je dus de achtergrond instellen, moet je maar even kijken. Maar dat is wel, ik zit trouwens over Apple gesproken. Ik heb hier een hele mooie chat applicatie, dat heet Lime Chat. En daar kan je zelf een IRC server invullen. Dus nou was ik net eventjes bezig om in die mailtjes van John te kijken, waarin staat met welke IRC server hij werkt. Als ik dat dan even invul. Dan kan ik dus met mijn LimeChat applicatie gewoon meechatten met jullie. Dat lijkt me wel leuk. Dus ik ga eventjes in de mail kijken of ik dat kan vinden, die IRC server. Of dat gaat werken, dat lijkt me wel leuk. Of het liefste gebruik ik altijd de Mac, hè. Ik was trouwens vanavond eventjes natuurlijk bezig met het installeren van Arch Linux. Dat is een Linux die helemaal nergens vanaf komt. Kijk bijvoorbeeld, er zijn een aantal Linuxen die stammen af van Ubuntu. En Ubuntu stamt weer af van Debian. Dus dat Arch Linux, dat zijn ook een hele eigenwijze mensen en zo. En als je dus in de nieuwsgroep wil meedoen, dan staat er ergens een vraag om te kijken of je wat van Linux weet. En dan staat er een of andere console commando. En daar moet je dan de uitkomst van geven en zo. En hebben ze ergens alle letters hebben ze tegen elkaar aangetikt. En in plaats dat je nou, er staat er dus een, volgens mij was het een hoofdletter L, dus ik tik een hoofdletter L in. En dat moest dus een pipe voorstellen. Dus in het begin zat ik te pieten, denk ik, ik krijg telkens foutmeldingen van het commando. Dus ja, gedoe allemaal. Ik geef er eventjes aan John van PR3 BKL. Ja, ik zag nog iets tussendoor flitsen. Even kijken. P3CJP, Jan. Goedenavond. Het chatkanaal, dat is de server is. Ik had dat in een van mijn user messages staan, maar niet meer dus. DeltaMike. Sierra Hotel Oscar Romeo. Tango India Echo Sierra. Bravo Echo. Ik zal het nog een keer herhalen. DeltaMike. Sierra Hotel Oscar Romeo Tango India Echo Sierra Bravo Echo. Dat is de server en het chatkanaal dat is Daily Minutes, ook alvast met een hekje ervoor. Jawel, even kijken, want waar is mijn spreadsheet nou gebleven met alle e-melders. Even kijken, hier hoor ik al een piepje. Ik ga zo meteen kijken of er al foto's van die brand zijn, want er is altijd wel een persmeskiet die erop afkomt. Even kijken. Ik geef de microfoon aan Jan.
PA3CJP, de dienst daaronder, van Papa Alpha 6 Echo. Ja, Kieson, van Papa Alpha 3 Charlie, Julia Papa. Wat eigenlijk bedoel ik niet mee te doen, nee, zei zoon. Waarschijnlijk ben ik tegen de microfoon aangekomen, van de 705. En heeft hij eventjes mijn call zijn laten zien, hè, eet zij. Maar goed, John, ga lekker verder. Ik luister mee hier aan deze zijde en bedaar ik hem. En het gaat keurig vanavond, hè. Jawel. De microfoon heeft er een toer in je, John. En papa alle van drie Charlie, Julia, papa, ik heb een standby. Goed, hè, John. Ja, Rossi, ik vermoedde het al, maar ja, daar heb ik weer een deelnemer erbij. Hè? Dus ik zal je niet opnieuw de microfoon geven. Ja, microfoon naar Richard. En even kijken, ik heb eigenlijk laatst hebben we het al heel uitgebreid besproken, Pieter, hè, maar het is toch wel heel leuk. Jij hebt vast ook niks met M17 gedaan, hè? Want dat is de vraag die ik aan het begin, dat ik iedereen de microfoon bij langs liet gaan, stelde. Als iemand is die wat met M17 gedaan heeft, dan wil ik graag wat ervaringen weten. PD9 WTN, die is daaronder. Papa Alpha 6 Echo. PA6E, PD9 WTN, retour. Nee, ik heb zelf niks met M17 gedaan. Ik heb ze wel heel in het begin dat ze... bezig waren met crowdfunding, dat zijn ze waarschijnlijk nog steeds, donatie gedaan, een bescheiden bedrag. En ik hoop eigenlijk nog steeds dat er een stuk hardware uitkomt in de vorm van een porto bijvoorbeeld. Dat lijkt me best wel gaaf. Echt iets wat helemaal in eigen huis, zeg, amateurland ontwikkeld is en dan ook... hopelijk het echte levenslicht gaat zien. Dus zelf heb ik daar geen ervaring mee of heb ik daar iets mee gedaan. Maar over repeaters gesproken, en ik hoop niet dat dit spoiler alert is, maar gisteravond hoorde ik van Marco zeggen dat er dus een nieuwe Daystar repeater, die ook trouwens FM doet, en dat is PI2DRV. En die zou in Meidrecht staan. En ja, ik hoop eigenlijk dat er misschien iemand is die daar wat meer over kan vertellen. Hoe dat ding eruit ziet, of website, of dat soort dingen. Ik bedoel, hij staat dus in de rook van Amsterdam. En alle repeaters die erbij komen natuurlijk, dat is... leuk en welkom. Dus PI2DRV is die callsign. Misschien dat een van die beheerders of mensen die er wat meer vanaf weten, daar een tipje van de sluier nog verder kan oplichten. In ieder geval microfoon in de retour naar PA6E en dit is PD9WTN. Ja, Roger, ik zag nog een inmelder. Ik zit even te kijken in de lijst met uitgegeven vergunningen. Ik zie die call er niet bij. Ik zal eens even kijken of er Meidrecht bij staat. Nee, ook niet. Uitgegeven vergunningen per 1 maart heb ik hier voor me. Maar ja, in de tussentijd kunnen die natuurlijk wel uitgegeven zijn. Of ze zijn nog aan het testen en hebben een aanvraag lopen. Dat weet je natuurlijk ook niet. Over M17. Het laatste wat ik weet, maar ik ben niet super op de hoogte, maar het laatste wat ik weet is dat de bekende, hoe heet dat ding nou, de DM380 of MD380, ik weet het nooit, van Taitera, die kun je ombouwen voor deze motor. Dan moet je wel wat solderen ook. En dat is behoorlijk kriebelig, heb ik begrepen, maar en dan nieuwe firmware erin schieten. En dat, die firmware ziet er geweldig uit. Ik heb iemand die heeft mij een foto ervan gestuurd. Dat is heel mooi. En ik ken iemand anders die volgens mij de firmware er ook in heeft zitten. En die heeft het volgens mij ook werkend. Dat weet ik niet helemaal zeker. Maar heel veel is er nog niet wat dat betreft.
Een alternatieve mogelijkheid is een packet modem, wat vanwege dat het daarvoor geschikt was, heel slecht verkrijgbaar was. Ik had ergens in februari gekeken en toen waren ze echt over zoveel weken pas leverbaar en allemaal ook al wel voor een deel voorintekening al. Maar misschien is dat nu wat beter. De chips tekort is af en toe toch, het lijkt af en toe of het wat beter is. Maar in ieder geval, dat waren dus de mogelijkheden. En je kon natuurlijk ook zelf wat verbouwen volgens die specificatie van hun. Maar ja, dat is natuurlijk een hoop gesodemieter. Met dat modem kun je natuurlijk ook een repeater maken. En ik heb zelf al gedacht om mijn analoge repeater ook dual mode te maken. Hè? Jawel. Even kijken, waar heb ik nu mijn spreadsheet met de ingebelde stations? PD1 JLA, die zag ik in de lijst verschijnen, dus die meldde zich wellicht in. Misschien dat het ook per ongeluk was. Dat hindert niet, maar dat gaan we horen. PD0 Juliet Lima Alpha, die is daaronder, dus Papa Alpha 6 Echo. Paul was 6 Echo, John 1, goedenavond. Heren 1, goedenavond. Hier de deze daaronder. Ja, ik vind het leuk dat hij er weer is, maar ik heb met Richel al een tijdje zitten praten, dus ik kom net thuis. Ik denk, nou, ik zal me even melden. Het is leuk voor je statistiek en voor je lijstje. Hey, goedenavond allemaal. Het is PDA, PD0, Juliet Lima Alpha, ook uit Den Helder. Ja, Roger, hartstikke goed. PDNL JLA. En bedankt voor de bijdrage. In de vorm van. Ik zit op 14 inmelders. Dat is de laatste tijd niet zo vaak voorgekomen. Dus ja, hartstikke goed. Microfoon naar Tom. De eerste Tom van deze ronde. PE1 Lima Zulu Zulu. Die is daaronder Papa Alpha 6 Echo. Dankjewel, John. Ja, ik hoop voor je andere amateur dat mijn modulatie niet te hard is. Ik had hem al op 20% staan. Ik had pas begrepen dat dat moest. Hè. Dat is goed doen met de 9700. Dus in principe mag hij niet te hard staan. Ja, ik ga het nog wat uitpuzzelen. Ik vind het wel raar dat mijn corner gewoon netjes bovenaan staat. En ik ben een prater, dat geeft hij ook aan. Met zijn spiekertje. En als ik het door de week kijk, dan dat hij het vertikt. Hè. Ja, of dat Den Haag het misschien niet goed doorgeeft. En dat een of ander of jullie hem doorlinken naar iets, naar een andere. Ja, repeat of reflector, weet ik hoe dat zit. Maar ik vond het irritant, want bij D-Star Live kom ik wel elke keer te zien. Maar op de users zie ik het niet, hè. Dus, maar goed, ik ga wel verder puzzelen. Voor de rest, ja, ik heb weinig te melden. Ik luister gewoon even mee. Ik heb wel wat dingetjes geknutseld, maar dat is meer op AF. Ik zit natuurlijk 5 hoog. Mijn antenne staat er wel 8 hoog. Maar ik heb een AH4 met een stukje draad gespannen. Ik wil ook 10 meter een beetje doen. Op mijn dag staat wel een MFJ-loop van AF. Maar ik heb al net de X6000 geplaatst van de week. Dus mijn signaal is voor sommige pieten wel een stuk beter geworden. En met deze start ben ik nog een beetje aan het rommelen. Daar ben ik nog niet helemaal uit. Dus sommige stations klinken ook wel heel erg hard. Dus ik hoop dat mijn modulatie meevalt, John. Ik luister voor de rest even mee. Die microfoon aan jou, Jan, van PNLTZ. Ja, Rotje, ik heb even gekeken. HGD is een repeater die voor meerdere modus werkt. Ik weet niet of je een piepje terugkrijgt. Maar het zou natuurlijk ook kunnen dat hij op dat moment voor een andere mode in gebruik is. Hè? De standaard reflector die ze op de site van de repeater noemen is DCS007i. Dus niet B. Maar je zou je dan wel terug moeten zien op het dashboard van de reflector. En ja, dat je op die staan live te zien. Maar ik neem aan dat die pagina waar al die calls heel snel voorbij komen. Hè? Maar daar kom je altijd door. Al is de repeater niet gelinkt, zodra je op je repeater zendt, kom je daar te staan. Dus dat zegt niks, hè. Het zegt alleen maar dat je op het wereldwijde DISTA-netwerk wel geregistreerd wordt. Op een van de netwerken, want er zijn er ook weer meerdere van die er niet allemaal gekoppeld zijn. Dus om het ingewikkeld te maken. Jawel. Maar hij staat dus normaal op DCS 007i. Ik weet zo snel niet welke dat is, maar ik ga ervan uit dat die van Zuid-Holland is.
Maar ja, ik ga ervan uit dat hij hier toch ook af en toe op B staat. Misschien schakelen ze hem ook wel, want dat doen sommige repeaterbeheerders. Misschien schakelen ze ook wel tijdens de ronde automatisch naar B. Hè? Dus dat hij dan op deze avond gewoon vast op DCS-007 B staat. Dat hebben we met onze repeater hier ook wel gedaan. In het begin van de ronde. Dan, als hij op een andere reflector stond, dan werd hij gewoon hardhandig deze reflector gesleurd. Hè? Goed, een microfoon naar de te hard modulerende Jurgen. Nou, ik vond het zelf wel meevallen, maar het was inderdaad wel hard. Maar ik bedoel, ik hoorde hier geen vervorming nog. PA3KC, die is daaronder. Papa Alpha 6 Echo. Alpha 6 Echo, Papa Alpha 3, Kilo Charlie. Nou, ik heb hem weer teruggezet. Zoals ik mij kan herinneren, moet ik hem wat staan. Ik zal even wat vermogen bijmaken. Ik had hem, lang verhaal kort. Het is 2-3 jaar geleden dat ik een 7100 heb gehad. Het is heel erg vreemd. Je moet echt in de microfoon praten. Je moet de mic gain op 11% zetten. En op FM moet je hem weer op andere mic gain percentage zetten. En op enkel zijband moet je hem ook weer op een andere zetten. En dan ga je weer terug naar Digital Voice. Dan mag je hem weer aanpassen. Ja, dat was ook inderdaad zo. Ja. Ik vind het allemaal prima. Waarom ik nou straks een andere call tegen jou zei, dat weet ik ook niet meer. Dat zit gewoon in mijn hoofd, denk ik. Goed. Nou, ik ben nieuwsgierig of dit verstaanbaar is, maar ik denk het wel. Papa Alpha 6, gewoon Papa Alpha 3 Kilo Charlie in Eindhoven. Ja, nee, het ging prima. Ja, ik vond ze pas nog niet te hard, maar hij is wel duidelijk zachter, hè. Ja, ik zit even te kijken bij het lijstje wat Richard mij stuurde. Ja, Richard, ik kom hem in de officiële lijst echt niet tegen. Dus. Maar die is 1,5 maand oud, dus hij kan heel gewoon nu toegekend zijn. Maar repeater waar de call nog niet van, die, volgens mij verschijnt hij wel gewoon in de lijst. Dus aan hem. Niet verder vertellen. Goed, ik zag ook nog panel FBR. Even kijken, ik had al opgezocht dat het Frans was. Dat had ik moeten weten volgens mij, maar ik heb gespiekt, moet ik eerlijk bekennen. Panel FBR, die staat eronder, Papa Alpha 6 Echo. Ja, John, goedenavond. Ja, naam is goed, even Frans. En de locatie is Rotterdam. En ik denk van, zal je lijstje nog even langer maken? En dan gelijk even, ja, ik heb nooit wat aan de modulatie veranderd van de 9700. Waar ik mee werk, die staat gewoon default ingesteld. Dus ik hoop dat dat goed is. Ik verander hem ook nooit, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik maak ook niet al te veel phoneverbindingen. Hè. Dus graag zo meteen nog wel even een modulatierapport dan. En ik heb even de hotspot hier verplaatst. Met een beetje kriebelig van die knipperende lampjes erop. Dus die heb ik ergens anders in het huis gezet uit het zicht en het vermogen van de set zo ver als mogelijk teruggedraaid. Dus ik ben eventjes benieuwd en dat is dan ook gelijk het enige. John, dus als jij mij een rapport wil geven, dan ga ik verder weer op luisteren naar de lange ronde. PA6E van de Papa Alpha 0 Foxtrot, Bravo Romeo. Ik vind hem prachtig. Ik vind hem echt heel mooi. Hard genoeg. Zeker hard genoeg. Beetje harder dan het gemiddelde. Maar er is ooit... een lang verhaal. Maar er is ooit door Icom een foutje gemaakt waarschijnlijk bij het instuurbaar maken van het audio. En daardoor zijn een deel van de apparaten te zacht. Dus als mensen klagen over de te harde modulatie, hebben ze eigenlijk ongelijk. De meerderheid van de stations moduleert te zacht omdat ze zo'n apparaat hebben waar het foutje in zit. Dat is wel een correcte vaststelling. Dus dat is ook de reden waarom ik niet te snel klaag over de harde modulatie. Omdat ik weet dat het harder kan. De apparaten heel uit het begin die hadden die harde modulatie wel. En sinds een jaar of 3-4 hebben de nieuwe apparaten ook die modulatie die veel harder is dan die van daarvoor. De uitstuurbaarheid van de vocoder werd niet volledig benut. Dus de modulatieindex was gewoon niet goed. Dan kom je niet zo ver als dat je zou willen. Hè? Dat is, als je niet de modulatie helemaal benut, dan gaat het toch minder goed. Snel naar de volgende. Even kijken. Ik hoop dat ik goed bijhoud wie allemaal de wel en niet de microfoon willen. Ik geef nog een keer naar Alen, want dat weet ik niet helemaal zeker.
Ja, ik heb nog steeds niemand gehoord die met M17 ervaring heeft verder. Dat maakt ook niet uit hoor. PD1 ANS, de diesel ronde, Papa Alpha 6 Echo. Papa Alpha 6 Echo, oké, John. Nou, ik zit met grote belangstelling te luisteren. Maar ja, ik ben meer een luisteramateur dan een praatamateur. Maar, nou laat ik het even bij. Ik bedank je alvast voor het leiden van de ronde mee vanavond. En ja, lekker druk. Dus microfoon terug, Papa Alpha 6 Echo. Van PD1 ANS, Harlingen. Ja, ik ben reuze blij met al die inmelders. Jazeker. Goed, microfoon snel naar P1JXP. Doe ik dat goed? Sla ik er niet... Nee, ik dacht dat Tom hem niet nog een keer wilde. En ik heb hier ook nog PD4 RS staan, maar die was er allemaal niet. P1JXP, de diesel ronde. Papa Alpha 6 Echo. Nou, deze verdachte hebben we verder niet meer aangetroffen. Ik liet hem snel los, omdat ik zag dat ik dubbel zat met Tom. We gaan nu zo verder, John. Maar ik kan nog even wat te melden, dus voldoende. Van PR2T schat. Mensen met de ID31 gaan altijd voor, hè? Dus ga je gang. De PR2T is wel van Papa Alpha 6 Echo voor de Listeron. Ja, prima John. Het gaat even over die nieuwe repeater PI2DRV. PI2 is eigenlijk niet goed volgens mij. Maar goed, hij staat zo, als zodanig wel in de repeater list. De laatste uitzending is geweest op 18 april jongstleden. Vanuit Meidrecht. En softwareversie hier komt FP2CD. Ik zie dat op status.irscddb.net. Als je die website intikt, dan zie je als eerste bij de repeaterlist PI1UDR. En daaronder staat PI2DRV. En hij geeft beide balletjes groen, dus hij is wel actief op de een of andere manier. Dat wou ik eventjes melden. Verder, qua modulatiesterkte. Ik weet niet of ik dat goed heb, maar volgens mij staat er bijvoorbeeld de modulatiesterkte van deze set die ik nou gebruik. Die staat goed. En we moeten hem ook niet harder hebben. Want als ik bijvoorbeeld op de ID-E88 luister, dat is een wat oudere transceiver, die heb ik op een check hangen. En die is heel erg gevoelig voor overmodulatie. Als de mensen te sterk gemoduleerd, dan begint hij echt te kraken. En dat is nauwelijks verstaanbaar. De nieuwe setjes, zoals de ID 51 en dergelijke, maar ja, goed, en alles wat daarna komt, die hebben daar geen last van. Hè? Maar die oudere setjes, die hebben daar blijkbaar wel last van. Want de E88 die gaat daar vreselijk vervormen. Als mensen te hard gemoduleerd zijn. Dus volgens mij is de modulatie sterkte gemiddeld onder de amateurs wel goed. Alleen bij die sets van de 9700 en die andere HF-sets die ook HF hebben, daar moet je wel een beetje mee uitkijken. Want die zijn vaak dan veel te hard gemoduleerd. Hè. Dat vervormt dan ook. En het audio klinkt ook gewoon echt niet mooi meer. Dus volgens mij is dus om alles kort samen te vatten. De modulatiesterkte bij de nieuwere sets, zeker die alleen op FM werken, op de VFUR werken, ID 31, 52 en dergelijke, die staan wat mij betreft goed. Dus laten we even toevoegen, John, van PA2T zo. Ja, Roger. Ja, ik weet niet hoe dat inderdaad zit met hoe ontvangers ermee omgaan. Op zich is het probleem zodanig dat die, in elk geval, ik heb een ICU-82.
die gaf nooit vervorming. Ook omdat het geluid zeker 6 dB harder was dan de andere amateurs. Dat vervormde dan niet. Maar die 880, die was er toen nog niet. Toen ik dat ding gebruikte. Dus het kan best zijn dat het bij een bepaalde apparaten wel zo is, hè. Het was een fout. Het was gewoon echt een fout. Hoe die fout ontstaan is. Ik denk dat gewoon iemand ooit een keer een verkeerde waarde heeft overgenomen van een papiertje. En dat alle apparaten daarna volgens die instructies zijn afgeregeld. En dat ze op een gegeven moment erachter kwamen van, hé, wacht even, dit is toch niet optimaal. Zoiets, hè. Maar goed, je moet nooit overlast veroorzaken. Dus wat dat betreft, ik vind wel dat je als je modulatie, zeker als je wat verder afstanden wilt werken, dat je dat wel helemaal moet uitnutten. Maar het moet natuurlijk niet zo zijn dat mensen daar echt last van hebben. Dat is dan weer wat, en bovendien zijn lokale QSO's, hè. Ik vond de modulatie, dat wil ik zeggen, van FBR vond ik echt heel mooi. Dat was vrij hard, maar de kwaliteit was heel goed. Misschien heeft hij wel een heilmicrofoon of iets anders moois eraan hangen. Maar in ieder geval, dat klonk heel goed, hè. Nou, ik ben weer aan het begin van de lijst. Ik ga wel om ongeveer 9:30 stoppen. Microfoon in Frans. PD4 Fox Mike Juliet, die is daaronder. Dit is Papa Alpha 6 Echo. Ja, hoe groot het dan? Hoe meer lang op uur voor je de man krijgt, hè? Zo. Ja, maar dat is niet erg. Nee, maar Julia's Linux kan ik die vraag natuurlijk niet stellen in verband met die Windows gebeuren. Want ik zoek eigenlijk, ja, op het bureaublad, dan zie je dus die iconen. Dat zijn allemaal die dingetjes wat je aan kunt klikken waar het programma mee staat. Daaronder staat een tekstje. En dat is bijvoorbeeld DV-stick 30. Staat er dan onder. Maar dat staat bij mij allemaal in het wit. En dat vind ik zo hinderlijk. Want ik heb een bergachtige achtergrond. En met die witte letters werkt dat niet echt. Nu wil ik gewoon zwart hebben. En ik heb naar rot zitten zoeken in Windows. Maar ik kan het totaal niet terugvinden. Ja. Dus dat zal wel weer een of andere handigheidje zijn om dat te kunnen doen. Of dat je de tekst groter kunt maken, dat ik beter kan lezen. Dat zal ook wel weer geholpen zijn. Maar ik denk, probeer eens die vraag hier te stellen. Misschien dat er iemand is die luistert en ook Windows heeft en daarin iets kan betekenen. Maar helaas. John, mic retour naar jou. Ja, Roger, je kunt die grootte en de leesbaarheid, ook het contrast, daar heb ik ervaring mee. dat kun je uitgebreid dat instellen. Zoals je misschien weet ben ik, wanneer was dat? 2 jaar geleden was dat. Ben ik 3/4 jaar in toenemende mate zeer slechtziend geweest. Op het laatste kon ik de laatste 4-5 maanden kon ik niet meer zelfstandig over straat. Ik heb daar hier nooit heel veel herrie over gemaakt. Maar ik heb door die instelling van deels Windows en deels Linux. Bij Windows was het wat makkelijker, moet ik zeggen. Ik begreep dat bij de Apple. Apple heeft nog meer feeling voor mensen die slecht zien. Maar in ieder geval, dankzij al die instellingen en het zeer steeds verder vergroten van en contrast verkleinen. Want het was in mijn geval juist dingen met een hoog contrast, die kon ik slecht zien. En ook op een bepaalde manier. Maar ik kon tot ik geopereerd werd aan mijn ogen, kon ik nog blijven werken daardoor. Dus ik heb met enige inperking wel gewoon mijn werk nog kunnen doen. Maar ik ben zeker een keer of 5 in de directe omgeving van mijn huis verdwaald, omdat ik een verkeerde straat inliep. Zo slecht zag ik toen. En ik ben toen geopereerd en ik zie nu beter dan toen ik 40 was. Dus niks ergs wat dat betreft. Maar ik heb met die instelling heb ik goed kennis gemaakt. Ja, dus ik kan hier misschien wel er doorheen kletsen op het chatkanaal. Maar dan zou ik eerst Windows moeten opstarten. Microfoon snel naar Robert. En ik schrok net even, want ik... En daar heb ik jou betogen, ja, ook niet helemaal goed gehoord. Ik dacht dat er, maar ik had dat verkeerd gezien. Ik dacht dat er naar die brand hier was, dat er ook een ambulance naartoe gestuurd was. Maar dat was niet zo. Dat was een andere melding. Gelukkig maar. Microfoon naar Robert. P3 BKL van Papa Alpha 6 Echo en het is daaronder. Ja,
Ja, Roger, we hebben nog, even kijken, nog 6 minuten om wat te zeggen. Ja, ja, misschien is het een vette lithiumbrand, elektrische auto's, maar ik zit net even te kijken op die op het internet. Er zijn zo ontzettend veel autobranden in Amersfoort en omstreken. Dat is echt niet normaal, zeg. Dat gebeurt hier eigenlijk nooit, eigenlijk. Ik heb in de 3,5 jaar dat ik hier woon eigenlijk nooit echt hier, althans hier in de buurt, waar toch heel veel auto's zijn. Ik heb nooit een auto in brand gezien, hè? Nee. Wel in elkaar en zo, rijden tegen een paal aan of zo. Maar dat hoort hier gewoon bij, dus is gewoon leuk. Ja, ik heb trouwens het antwoord voor Frans. Ga ik even een mailtje doen nu. Maar ja, moet ik er eventjes het... even kijken hoor, Frans. Zo dat... Ja, ik heb hem. Even kijken hoor. Frans Kouwhoff, ja. Nou, ik stuur hem even op, zonder titel. Dan moet je maar even in de mail kijken, Frans. Dus is dat ook weer goed, hè? Ja. Oké, okay, ja. Even kijken, wat had ik nou nog te vragen? Nou, ik denk dat je gaat er zo meteen mee stoppen. We hebben een uur lekker gebabbeld. Het was heel leuk. Dus een leuke ronde, echt interessante dingen en zo, hè? Ja. En ik ga ook inderdaad wat doen aan die satelliet, die QO, die Oscar 100, die wil ik ook echt direct kunnen beluisteren. En even kijken of ik ook voor elkaar krijg om met een zendertje te gaan werken en zo. Hè. Moet ik er eventjes aan. Hé. Hey. Ik heb het over die satelliet en iemand gaat, komt nou door mijn luidspreker heen. Dat gaat lekker zo. Ik was het niet. Bij die tetraportofoon, ze hebben dus de optie dat je mensen kunt in de reden vallen. Hè? Dus dat, iemand die dat niet kent, die staat heel dom te kijken als je dat doet. Microfoon naar Richard. Ja, over de repeaters en over die call die in de lijst staat. Ja, het is zo dat agentschap Telecom, die doet niet moeilijk. Als je bijvoorbeeld een repeatervergunning hebt aangevraagd, die is nog niet verleend. Maar je gaat alvast de hardware testen. Hè? Dus het kan best wel zijn dat het hoogfrequent gewoon uitstaat. Hè? Want er staat natuurlijk op het netwerk als actief gemeld. Hij kan helemaal niet. Dan is sowieso niks aan de hand. Maar AT doet niet moeilijk. Als jij zegt, nou, ik heb een aanvraag gedaan en we gaan nu alvast even de hardware inregelen en testen. Maar dat is niet zo'n heel groot probleem als het een paar weken van tevoren is. Hè. Als je dan over 3 weken de vergunning hebt, ja, gut. We gaan niet op alle mieren zout leggen. Dus dat is wat vaak ook wel gebeurt. En ik heb zelf inmiddels de gewoonte. Ik heb wel eens problemen gehad dat ik een repeatervergunning aanvroeg en dat de hardware niet op tijd klaar was. En ik heb zelfs een keer meegemaakt dat daardoor een vergunning werd ingetrokken. Dus dat kon je me opnieuw betalen. Maar ik heb dezelfde gewoonte dat als ik zoiets doe, dat ik de hardware altijd eerst werkend heb voordat ik de vergunning aanvraag. En ik denk dat het een heel goede methode is. Want je moet hem binnen 2 maanden in de lucht hebben, anders kunnen ze ook weer intrekken, die vergunningen. Als AT erachter komt dat de repeater niet in de lucht staat, dan heb je toch een verplichting om hem binnen 2 maanden in de lucht te hebben. Uitrolverplichting heet dat. Microfoon naar Richard. PD9 WTN, de Lisa-ronde. Papa Alpha 6 Echo. PD9, daar is Elas er ook mee. Ja, 6-1, PD9 WTN, de groep. Nou, ik heb eigenlijk nog een klein kort vraagje over een repeater in het algemeen. Bij DMR, daar heb je zo'n ID. Wat is het? 6 of 7 cijferig getal. Dat moet je ergens aanvragen. Nou, ik ben naar handdigitaal.nl gegaan. En daar kun je al sinds 2020 niet meer terecht om iets te registreren. Ik ben benieuwd of die mensen dat zelf weten, maar of is die pagina eigenlijk gewoon, hij doet het wel, maar we schrijven automatisch het geld af en niemand die kijkt er meer naar. Dat zou natuurlijk kunnen. voor de rest aan deze kant niet zo heel erg veel meer te melden. Dat was eigenlijk wel mijn laatste opmerking of vraag. En microfoon op toer, PA61, PD9 WTN. Ja, ook goede avond geworden, PNO-ADC. De dienst daaronder is Papa Alphys, dus Echo.
Ja, die codes die worden tegenwoordig uitgedeeld door een club in Canada, volgens mij. En ik vind het zelf niet zo'n fijne club. Ik hoor van andere mensen er andere geluiden over. Dus het zal vast wel zijn dat ik een beetje matig ervaring heb. Ze trekken elk jaar mijn registratie in namelijk, vanwege PSSE. Dat is een evenementencall die ik wel gewoon permanent heb. Maar ik moet hem elk jaar moet ik hem verlengen. En tot nog toe is het steeds ingetrokken geworden. En ik heb toen, degene die hier in Nederland over gaat, die heeft me aangeboden van ik los dat snel op. Maar ik heb zoiets van laat maar, ik doe toch niks op demer. En ik ben als PNL ETE nog wel geregistreerd. Dus als het moet, kan ik die gewoon gebruiken. En dan staat er de verkeerde call in beeld. Maar ik zeg wel gewoon PSSE, maar ik gebruik die call in ETE niet meer. Maar ik heb beide calls. Dus dat is dan ook nog gewoon afgedekt. Hè. Maar dat moet dus via een Amerikaanse club. En als het goed is, als je via Hobbyscope doet in ieder geval, dan word je daarna doorgelinkt. Of dan zie je de naam van die... maar ik ben even vergeten, dat is verdringing hoor, omdat ik ze niet zo aardig vind. Maar... nee, maar zonder gekheid. Het zou toch prima opgelost worden. Maar ik heb toen zelf besloten om er vanaf te zien. Ik doe niks. Ik doe ook nauwelijks van de Fusion en eigenlijk zo goed als niks met DMR. En ik kan via de ETE kan ik gewoon met panel ETE daar ook wat doen. Hè. Wat niet zo bekend is, dat die zescijferige code eigenlijk een telefoonnummer is. Hè. Want er staan dan ook vier cijfers voor en een landcode. En die apparaten die zijn dus geschikt om in een telefoonnet te gebruiken. Ik weet niet of die amateurcodes daar nou wel binnen die indeling zijn officieel. Maar in ieder geval, bijvoorbeeld bij een Tetra-portofoon en bij DMR kan dat ook. Kun je gewoon bellen met zo'n ding, hè? Full duplex. Bij Tetra kan dat zeker. In C2000 kan dat, maar je moet bij de centralist moet je het aanvragen of het kan. Want als iedereen gaat bellen via C2000, dan is het netwerk zo plat, hè? Ga ik vanuit. De capaciteit is in ieder geval niet zo groot. Dus je moet het daar aanvragen. Maar als je dat als diender met zijn porter onderweg aanvraagt, dan kun je gewoon bellen. Dus fysiek is dat mogelijk, hè? En die dingen hebben dan ook een telefoonnummer, dus ze kunnen ook gebeld worden. En dat is die zescijferige code erachter. Maar ja goed, of de cijfers zoals ik zei, of de cijfers zoals die ingedeeld zijn voor DMR onder andere, of die ook binnen die telefoonregistratie aangemeld zijn, ik vermoed van haast van niet, hè? Maar het zou best kunnen dat het wel zo is. Dus dan kun je op je porto, ja, dan moet je natuurlijk wel via de ETE de mogelijkheid hebben om gebeld te worden. Hè? Maar dat terzijde. Ja, met D-Star is het zo dat het is wel handig om je aan te melden. Ik pak hem even terug trouwens. Als je repeater hebt, want als gebruikers van bijvoorbeeld Ref 01 Charlie gebruik willen maken, dan is het wel handig als je repeater dus aangemeld is bij bij D+ heet dat. Dat is ook verdringing. Maar in ieder geval, dan moet hij wel aangemeld zijn. En via die, als je een DMR-nummer voor je repeater call hebt, dan ben je verder ook voor DCS. Ik weet eigenlijk niet in hoeverre dat nu nog nodig is. Maar in ieder geval, het is wel leuk als REF-01C werkt en REF-030C. Maar zorg wel dat je repeater er niet per ongeluk 24 uur of langer aan kan blijven hangen. Want dan word je misschien levenslang geblokkeerd. Hè? En die mensen daar slecht mee te praten om dat terug te herstellen. Dus het enige wat je dan kan doen is een nieuwe call aanvragen. Om dat te ontlopen. En laat ze er dan niet achter komen. Dat is hetzelfde. Maar goed. Ik word daar een beetje melig van. Eens even kijken, ik ben de lijst toch wel groot, want ik had nog een vraag die ik wilde stellen, maar dat doen we gewoon volgende week. Even zien, waar zitten we nou in de lijst? WTN? LZZ is eigenlijk aan de beurt. Ik doe er nog een paar. Ga je gang, van Papa Alpha 6 Echo voor de D-Star ronde. Is weg, dat had hij ook gezegd, volgens mij. Maar mijn geheugen is als een vergiet. Is Jurgen er nog? PR3KC, die is daaronder, Papa Alpha 6 Echo. Ja, ik was er nog, maar ik was op het prutsie, maar een PC'tje. Nou ja, het is leuk dat mijn Engels uit de 100 het nog doet. Ik meld me volgende week gewoon ook weer in, als ik het niet vergeet. Ik wens je daar nog een hele fijne avond en de andere van Papa Alpha 3 Kilo Charlie.
Ik waardeer het erg dat er zoveel mensen zijn. Hoor. Ik word er echt helemaal enthousiast van. Microfoon nog even naar Auk, want volgens mij zei je dat je voor de lijst was. Maar voor de vorm wil ik je toch de microfoon nog even geven. PD0ADC, de dienst daaronder. PSS Echo, lang niet gesproken. Ja, Rossi John, een hele goede avond. Papa Alfa Zes Echo, dienst daaronder. PD0ADC. Ach ja, ik zat al vanaf het begin eigenlijk mee te luisteren. Ik zat aan een poosje te luisteren op dat moment dat die jongens bezig waren met QO 100. En dat Rob en ja, er waren nog in ieder geval twee jongens waren daarover aan de babbel. En ik zat toevallig op QO 100 wat te luisteren. En ik denk, hé, dat is wel leuk hè. Ja, ik heb voor een jaar terug, ja, nu iets meer dan een jaar terug denk ik, heb ik daar ook twee schotels voor geplaatst. En zijn er ontvangst voor TXRX natuurlijk ook smalband, gewoon SSB-mode. Heb ik daar neergezet, werkt perfect. En ja, werd bij me nog een nodige toepassing gemaakt natuurlijk. En voor de ATV heb ik een losse kleinere schotel, een 80 centimeter schotel geplaatst. En daar maak ik ook gebruik van de televisie. Daar kijk ik ook regelmatig naar. Leuk hobby, echt leuk. Ja, werkt ook hartstikke goed. Komt er gemakkelijk over. En is heel goed te doen, John. Hè? Dus eigenlijk vanaf, voor mij was het 7:30 of zo. En ondertussen kwamen daar heel wat dingen voorbij, maar ik was druk aan de stoel hier. Je weet, ik mag ook graag rommelen overal mee, dus. En ik vond het wel interessant. En toen hoorde ik je zeggen, voor de zoveelste keer, ik word er enthousiast van. Ik denk, ja, hé, hey, dan moet ik me toch ook even inmelden, hè. Goed, microfoon even retour. Papa Alpha 6 Echo, PD0 ADC. Die is daaronder. Ah, 16 inmelders. Het is niet te geloven. Ja, ik luister heel af en toe mee op QO 100. Om 9:30 ochtends had je een ronde. Ik weet niet of die er nog is. Daar luister ik wel eens mee. En ik doe dat via de web SDR. Hè. Niet dat ik daar een ontvanger voor heb. Maar ja, je kunt niet alles doen. Hè. Dus wat dat betreft, ik probeer dat al een beetje te kanaliseren. Want ik heb daar geen rem op zitten bij mij. Ik vind alles interessant. Dus je moet echt gaan zeggen van nou, hier kap ik dit af. Dus het is een D-Star en geen DMR en geen Fusion. En ja, goed, ik heb ook nog Tetra, ik heb DPMR, ik heb nog wel meer. Maar ja, maar toch waar ik me op concentreer is toch die star. Dat doe ik het meeste. En op HF zit ik op 40 meter en op 17 meter en voor de rest no. Dus nou ja, 10 megas vind ik ook leuk. Maar het vervelende is als je daar veel CW doet, dan kom je altijd dezelfde mensen tegen. Dus gezien de vorm van de X-star en het aantal aanwezigen, dan heb je toch steeds dezelfde. Dat is niet leuk. Zeker als het alleen maar hello, goodbye type of QSO's zijn. Dat heb je het ook wel gezien. Dus dan ben ik daar maar naar 40 afgezakt. En ja. Ik ga binnenkort een proef doen met. Ik heb niks met Whisper, maar in het begin nu toch een beetje via de achterdeur binnen te komen. Ik heb laatst al testjes gedaan. Het ging ongelooflijk goed met het Whisper. Maar ik ga dus portabel binnenkort. Ga gewoon als ik ergens naartoe ga, zet ik gewoon die Whisper-zender aan onderweg. Dus op 17 meter. Dus dat lijkt me ook wel grappig. Dus even kijken wat daar dan voor rapporten van komen. Ik wil mijn vermogen, want ik heb 5 watt. Dat is een beetje veel. Dus we gaan even terugdraaien. Ik krijg de eindtrap ook wat minder voor ze kiezen met een waardeloze antenne. Zoals een pedestrian mobile het betaamt. Hè. Maar goed, dat is wel een leuke test. En dan wil ik ook mijn DSAR meenemen met de DPRS. Zodat de positie al nauwgezet bijgehouden wordt. Ik zal mijn eigen repeater dan gebruiken en hem ontkoppelen. Zodat hij niet het netwerk ermee vervuilt. Hè. Goed, nou allemaal hartstikke bedankt voor het meedoen. Dat betekent niet dat QSO nu afgelopen is. Hè. Ga gerust door. Dat ik weer terugtrek, dat zegt helemaal niks. En mooi onderwerp. Amstrad QO 100. Dus gaat er gerust over door. Allemaal hartstikke bedankt. Ik waardeer zeer, zeer, zeer dat er zoveel mensen waren. Het blijft nu niet weg. Hè. Denk niet van, er komen er toch genoeg. Dus volgende keer zijn we misschien weer met 3. Is ook gezellig, maar dit was heel erg leuk. Goed, tot de volgende keer. Ook die mensen op de chat. En ik ben er vandoor. Papa Alfa 6 Echo. Ja, dat zit John. Helemaal geen probleem. Hè. Hopelijk gaat het allemaal goed. Want ik ben ondertussen druk bezig op de computer. En ik zat eigenlijk op de radio te luisteren. Maar ik denk, ik grijp hem de dag al even bij. Dan luister het misschien wat mooier. Ja, het is een leuke hobby. Ja, ach ja, als je een beetje, en vooral als je wat van zelfbouw houdt en al dat soort dingen meer. Ja, er is ook ontzettend veel van te krijgen tegenwoordig. Al is het hier in Nederland eigenlijk nog niet zoveel.
meeste dingen dat, ja, haal ik toch wel uit Duitsland of uit Frankrijk bij Passion. Kun je ook altijd wel heel goed terecht, vind ik, als je goed kijkt. Ja, ondertussen tijd, ik had wat testjes gemaakt en wat babbeltjes gemaakt daar even te testen, hè. Maar goed, ik zit hier ik woon op de grens alleen, dus ik heb ook een Duitse call, hoor. En dan kan ik daar in ieder geval uitkomen. Dus dat is niet zo'n probleem. En ja, het is een leuke materie. Ja, en je gaat daar ook al verder mee natuurlijk, hè. Ja. Van vroeger dat gewoon ATV al leuk en nu het digitaal is ook best wel interessant. En ja, de babbel. Het is inmiddels is veel veranderd. Hè. Ze hebben de band uitgebreid en je kunt nu echt, je hebt ruimte genoeg. Over de digitale modus gaat het goed. Ach ja, gaat me net zo, John. Ik doe eigenlijk best veel op HF-banden, maar ook puur digitaal. De echte phone doe ik weinig of nooit, niet haast meer. Ik doe alleen wat, wat CW, FT8, TTY, al dat soort dingen. Een beetje PSK de laatste jaren. En dat zit. Het gaat ook allemaal een stuk simpeler. En ja, ik ben ook een poosje met Whisper bezig geweest. Ongelooflijk, we gaan dat. Als je me een poosje laat staan op enkele milliwatts, dan zie je pas de verschillen van je antennes. Het is een leuke materie om alles daarmee te testen. Dat is het mooie ervan, hè. Maar ja, van het Q100, je gaat al verder van het een naar het ander. En dan alle couverters, dan couverters, ook couverters. Heb ik dan toch maar zo'n Dix Patrol gekocht. Van die jongens uit Portugal. Is toch wel handig. Als je gewoon rechtstreeks vanuit mijn 7900, dan breng ik in de Dix Patrol. En het komt mooi terug, hè. Je hoeft er verder niks mee te maken. Het wordt gewoon Fox bestuurd. Dus je hebt het helemaal nog niet in de gaten. Waar je misschien wel Q100 zit van. Ja, die maak je toch 20, 40 over 9 op een schoteltje. 1 meter 20 gebruik ik daarvoor. En met een WATF genoeg eigenlijk om daar overheen te komen met een 3 of 4,5 winning Helix. Want dan heb ik gemaakt. Ik heb gewoon eerst een podiantenne geprobeerd. Maar waar ik niet zo bijzonder over te spreken. Dus ik heb gewoon een Helix gemaakt. En dan kon ik de helft van verhogen. Was ik niet meer nodig. Dat scheelt ook weer een boel warmte, hè. Goed, hey John, bedankt voor het leiden van de ronde. Graag tot met de volgende keer. En ik zal het ook proberen te onthouden. En dan meld ik me regelmatig in. Gaat helemaal door. Hey, groetjes en succes met alle hobby's waarmee je bezig bent. BF6, PEDNO, ADC, die staat ronde. Bye bye. Ja, interessant. Ik heb het van een afstandje gevolgd. Ik heb verschillende mensen die daar heel fanatiek mee bezig zijn. Of waren zelfs sommigen. Maar ik heb zelfs lopen plagen van, nou, ik werk niet via repeaters, weet je wel. Dat doe ik natuurlijk wel, maar... dat was het begin van mijn hobby, was dat een keer. Toen ik begon, mijn vergunning is uit 75, toen ik begon, toen waren er pas 3 jaar repeaters in Nederland. En er waren toen nog heel veel tegenstanders. Je weet hoe amateurs zijn met nieuwe ontwikkelingen. Dus dat was een grote vergissing van de RCD. En er werd ook direct door iemand gezegd tegen mij. En van ja, nee, dat gaan ze dus ook direct terugdraaien. Die repeaters, dat was een vergissing. Over een jaar zijn ze allemaal weer uit de lucht. En we hadden er toen maar 3. Maar die man, dat was een satellietfanaat. En die had net een lezing gehouden over satellieten. Nou, dat is nog behoorlijk sneu voor je ook, hè? Hoezo, zegt hij? Ik zeg, nou, je grote hobby is werken via de satelliet al die repeaters uit de lucht. Ja, maar dat is heel wat anders. Iemand heeft jaren niet met me gesproken. Groeten allemaal. Ik ga er vandoor. Groeten. PSS Echo. En de dienst van onder is in ieder geval afgelopen. Ja, Rossi, hoor. Hey, helemaal goed, hè. Ja, dat klopt. Ja, het is natuurlijk ook heel veranderd. Ik kan het nog voor 25 jaar terug. Was ik ook redelijk actief op amateur televisie. En dat vond ik het ook wel leuk, hè. Ik kan me nog herinneren, in de jaren 90, toen kregen wij een stukje gewone, gestationeerde satelliet erbij. Dat is ook wel leuk. En kon je ook wel wat doen, zag je ook veel op. Maar dat was toch een heel ander verhaal. Hè? Maar ja, toch, Q100 is weer anders, hè. Mensen hebben daar toch, denk ik, een heel verkeerd beeld over. In het begin was de band toch ook wel behoorlijk smal, dus het was ook wel heel erg lastig om ergens tussen te komen. Maar dat valt nu, is dat een stuk beter geworden, hoor. Alhoewel het nu echt wel ook best wel druk is met het FT8 gebeuren en alles staat het. Ja, en dat heb ik dan niet echt zo via FT8. Ja, kijk, natuurlijk, je wordt soms wel eens een beetje kriebelig als je wat landjes hoort waar je eigenlijk heel moeilijk bij komt en niet zo gemakkelijk kunt bereiken. Maar ja, het is toch maar een klein stukje, hè, een klein stukje. Het is een heel groot bereik, maar
de randjes, die ga je dan toch zoeken, hè, waar het soms toch net wel veel en weer niet. Hè. Zo leuk. Hey, gegroet. Ook iedereen bedankt hier wat meeluistert. Groet. Perino, ADC, of ik lief. Bye bye. Ja, ik wil geen verder inmelden. Ja, ik raak met jou heel gemakkelijk in lange gesprekken. Dat heb je er ook al gemerkt. ja, dat is zelf is natuurlijk leuk. En dus wat dat betreft is dat inderdaad heel gemakkelijk, hè? Ja, wat jaren 90 betreft, ik werkte begin jaren 90 nog bij een bedrijf waar ik elektronica ontwierp. En dat was een bedrijf wat het bekendste was om de satellietontvangers, de professionele satellietontvangers voor de kabelstations die ze leverden. Dus we hadden op het dak hadden we ook een 8 meter schotel staan en nog een andere ernaast. Om aan de klanten te laten zien dat we die konden leveren en hoe ze er dan uitzagen. Oh, dat is nog wel fraai, want er was een meetplateau op een tweede gebouw wat er ooit bijgebouwd is. En het tweede gebouw, dat staat er ook nog steeds. Daar heb ik een deel van de indeling van de toiletten en dat soort dingen waar het allemaal moest komen nog van bedacht. Maar ik heb geweldig hoogtevrees. Dus, en op dat hoge dak, op dat lage dak, dat durfde ik wel op het meetplateau. Maar dat hoge dak, dat ik denk, oh jee, dan moeten we de ladder. En de directeur die had dus de brandtrap, speciaal voor mij, de wenteltrap, had hij een etage hoger gemaakt. Zodat ik vanuit de kantooretage gewoon een deur door kon en dan de wenteltrap op. En dan stond ik boven op het dak bij het meetplateau, hè, met een hek eraan. Geweldig. Dus ja. Yeah. Dus dat was wel fraai. Maar ik heb daar toen wel heel veel met satelliet gedaan. En de eerste codering voor Filmnet, weet je wel, wij zagen ineens dat de Filmnet gecodeerd was. En nou ja, een paar jaar later toen zijn we samen gaan werken met dat bedrijf dat die codering maakte. Toen hielpen we daar mee om het een boel te coderen. Maar ja, en de periode daarvoor was ik zelf met ATV actief, dat wou ik zeggen. Maar alleen op 70 centimeter in AM. Ik ben gestopt voordat iedereen naar 23 ging. Nou ja, bijna iedereen. Ja, tegenwoordig zitten ze met ATV op 10 meter, hè. Ik bedoel, met heel smalle DVB. Nou ja, heel smal, 200 kilo is of zo. Nou, ja, en op 50 megahertz ook. Dus je kunt TV dingen doen weer, hè, via de korte golf. Hey, de groeten van PSS Echo. Ja, Roosje. Ja, dat klopt, John. Dat heb je wel goed, hè. Ja. Ja, ik heb in het eind jaren 90 ben ik eigenlijk best wel actief geweest, hoor, op ATV. Ik heb toen voor 13 centimeter heb ik een leuk zendertje gemaakt. En voor 23 centimeter 10 gig vond ik ook bijzonder leuk. En vooral in het begin hadden we ja, hele kleine schotels natuurlijk voor 10 gig om de openingshoek wat kleiner te houden. Maar dat wou dan niet, zeiden ze toen. Toen kwam ik ooit eens hier niet te ver bij mij vandaan, helemaal uit het noorden kwam ik bij een bedrijf en die maakte voor mij een schotel klaar van 1,80 meter, zo'n hele grote. En ik had toen zo'n 3K-mast, zo'n 3-poot-ding. En ik denk, ik zet hem de dag bovenin, ik wil het weten. Hè. Heb ik toen een bus gemaakt voor 23 en 13. En later heb ik dan toch nog een antennetje ervoor gezet voor 10 gig. Maar dat ging fantastisch, hè. Ja, dat brandde er goed over. Ja. Dat was hartstikke mooi, hè. Ja, en ja, als die mast maar stil genoeg is, heb je daar niet zo heel erg veel last van, hoor. Die hield hem maar stil, hè. Ja, maar ja, goed, omdat je op 10 gig zit, moet je toch een hele kleine ruimte om het gaas te hebben, om die schotel te maken. Want het is natuurlijk geen dichte schotel, hè. Maar dan hou je met 4,5, dan scheurt hij de mast aan de benen. Vooral zo'n grote schotel, maar... Ja, dus van gaas gemaakt. Maar ja, toen kwamen we over tot ontdekking dat als je een winter 6, 7 had, dat het toch naar beneden moest. Want dan gaat dat natuurlijk ook weer dicht zitten. Maar was een leuk story. Ja, en die modulators, die ken ik, hè. Die modulators en demodulators. Ik heb toen nog wat van die dingen heb ik ooit gekocht. Werden ze per opwat, werden daar de modulators en de demodulators werden verkocht. En die ontvangers die hebben we hier in verschillende repeaters gezet. Hè. Dat werkte fantastisch. Ging toch een stuk beter als het eigen maken. En dat heb ik op die 7 centimeter ATV-zender toen ook gedaan, hoor. Ik had toch nog zo'n oud-Duits project, zo'n zendertje had ik. En ja, op de een of andere manier, je zit er altijd mee. Dus als je daar begint te modelleren, dat je die audio door je beeld krijgt. En dan kun je filteren waar je wil, maar je blijft dan draaien in dat soort dingen. En dan werd hij weer warm en dan ging die weer. Ja, nee, ik kan me nog wel herinneren. Zeker een leuke tijdje, hoor. Ja. Ach ja, hebben we een keer weer over. Laten we toch naar de modulator gegaan. Dat ging veel beter, zo'n Barco ding weer wel. En dat was gewoon fantastisch, joh. Tjoh, wat een verschil.
Dan hoef je niks meer te filteren. De dingen gewoon een klein beetje naar frequentie toegezet gingen. Maar wel naartoe, maar hield natuurlijk helemaal niks van je sturing over. En dan gewoon in Australië heb ik toen van die moduletjes besteld. En een wat of 20. En daarna achter een paar van die buisjes gegooid. Hè? Van die CX buisjes. Dat was helemaal goed. Dan heb je vermogen genoeg. Hè? Nog wat, heb ik nog wat leuke foto's van gekregen in 2000. Ja, met, zo lekker overdag een 250 kilometer of 700 centimeter. Dat was toch fantastisch. Hè? Ja, als je openingspapage hebt, gaat het altijd goed. Maar ja, als je een beetje power maakt. En ik had over 7, dan had ik 4 richtantennes weer gezet. Meter of 25 hoog, de juiste coax gaan. En je bent wel. Ja, voor 10 gig was het wat anders. Dan moesten we achter de schotel, moest ik daar een trapje zetten. Hè? Goed, John, bedankt. Ik laat het los hoor, want anders gaat hij inderdaad door. Bye-bye. Ja, nee, ik had transistoren in de eindtrap. Een MRF-646 volgens mij. En dat is een FM-transistor, hè, van 40 watt. Daar heb ik er 2 van parallel staan volgens mij. Of een, ja, die parallel volgens mij, maar ik weet het niet meer precies. Het was zelf gevreubeld, maar op basis van de fabrieksspecificatie. Ja, dat ding dat kon helemaal geen AM doen, dus, maar dat ging goed. En ja, om te voorkomen dat geluidprobleem ontstond, dat had je bij AM nog veel erger. Zat ik gewoon met de carrier min 20 dB in plaats van min 10 of min 12, wat het normaal was. En dan is het probleem heel veel minder groot. En het punt is dat aan de ontvangstkant maakt het nauwelijks uit. En het gaat toch om het beeld. Je hebt alleen maar wat aan het geluid als het beeld goed genoeg is. Dus die 10 dB is dan niet zo erg die je dan niet hebt. Maar als je het netjes doet, doe je gewoon met een aparte FM-zender. Hè? Dan koppel je het op de antenne bij elkaar. Dan heb je helemaal geen gesodemieter. Dat gaat bij FM natuurlijk niet, maar bij AM gaat dat prima. Dus dan maak je gewoon een los. Dat heb ik nog wel overwogen om het helemaal goed te doen. Een losse FM-zender maken en dan een koppelaar. En ja, dan laat je dus wel. Dan ga je dus die FM-zender die geef je dan wat extra vermogen. En dan kun je met die koppelaar. Want je gaat natuurlijk niet je koppelaar zo maken dat ten koste gaat van je videovermogen. Dus dan ga je die koppelen. Dan maak je wat extra FM-vermogen. Dan kan die wat verlies leiden. En dan kun je het op die manier bijkoppelen. Maar, dus ja, zover ben ik nooit gekomen. Op een gegeven moment ben ik ermee gestopt. Ik kreeg een vriendin over ver. En ja, toen was. En ik ging beroepsmatig hetzelfde werk doen. Dat deed ik daarvoor. Daarvoor zat ik thuis. Ik ben lange tijd afgekeurd geweest. Ook behoorlijk ziek en zo. Maar in ieder geval, toen zat ik thuis. Toen zat ik alle tijd. Ja, daarna was het afgelopen. Dus dat is ook de reden dat ik met 1280 nooit wat gedaan heb. Ik heb wel antennes. Ik ben al wel zover gekomen dat ik antennes ervoor gekocht heb, maar die hebben nooit op het dak gestaan. ja. En volgens mij ligt die nog op zolder, zo'n hele lange Yagi, 2 stuks. Dus als ik ooit nog wat wil doen. Maar ik zit hier heel slecht voor die hoge banden. Maar goed, dus ja, dat is de truc om het goed te maken. Maar ik had het, los daarvan had ik, de intermodulatie was toch kennelijk zo laag dat het niet een groot probleem was. Want dat is het punt bij AM, hè? Zodra dat gaat intermoduleren met elkaar. Maar ik had dat goede ontwerp. Je had een DC6MR en een DF4LB. En die DC6MR, dat was een ding waarbij je maar één kristal had. En dat kristal dat werd zowel voor moduleren gebruikt als voor naar boven mixen. Dat scheelde zoveel in de ellende die je had. Want je kreeg niet allerlei marépatronen die je met die dingen ook al weerberichten wel had, hè? Die met een 39 megahertz moduleren. Ik pak hem even terug, moment. Het voordeel van die DF4LB was dan wel weer dat je een standaard SAW-filter kon gebruiken met wat kunst- en vliegwerk. En dan was het filter weer veel makkelijker te doen. Hè? Maar ja, dan moest je weer extra versterken en goed, we hebben al een heleboel toestanden. Lang verhaal. Maar het was wel interessante techniek. Hey, de groeten. Verdikke me. Hoe stoppen we dit QSO ook? Hoe doen we dat voor PSS Echo? Ja, dat valt niet mee, John. Dat valt niet mee. Ik weet wat je bedoelt. Ja, nee, ik ken het wat je bedoelt. En daar heb ik toen destijds ook wel aan gedacht, hoor. Maar ik denk, ik wil, het gaat tegen mijn principe. Ik wil dat gewoon niet. Ik wil gewoon AM. En ik wil dan gewoon 2 audio carriers maken. Hè? Want dat is vast ook nog een verhaal, hè. Ik wil stereo. Als je namelijk een. Als je dan tegenwoordig in die tijd, in de eind jaren 90. Dan had je van die leuke televisies. En die waren dan multinorm. Hè? Je kent ze wel, Groen, die gaat die dingen wel. En ook zelfs Philips later. Hè?
had je meerdere beeldmodes, had je Paul Frequent TRC en die Franse norm en het geluid van met die Engelsen. Ik wil dat ik het verhaal geef natuurlijk ook, hè, dat we daar de audio een paar kc hoger of lager hoger weg moesten halen. Maar goed, er waren van die kant-en-klare printjes, dat was wel te doen. Maar in de tijd van de audio, toen ik die barco kreeg, was het verhaal afgelopen. Maar goed, dan heb je een zendertje wat 10 milliwatt doet, fantastisch gevuld is. En daar heb je geen problemen. Maar goed, dan moet je een eindtrapje maken. En toen zag ik was toen lastig bestellen. Dan bestelde ik van die modules en dan had je van die kant-en-klare printjes, die bestelde ik uit Australië. Hè. Dan kon je de negatief voor je regelen. En dan, dan kon ik toch een wat 25 haal ik wel uit zo'n module weg. Hè. En het leuke daarvan, die waren klasse A, daar heb je niks geen problemen mee. Hè. Dan ging dat wel. En dan kon ik zelfs twee carriers maken, één hoger en nog iets hoger. Alleen dat dan ga je haast een beetje buiten de band natuurlijk. Maar ja, goed, voor die tv-omwakkers maakt het niet uit. Dat werkt wel. Alleen dat is natuurlijk niet helemaal zoals het moet. Maar ja, je wilt toch weten of dat kan. Hè. Ja, dat ging fantastisch. Hè. Als je dan 25 watt maakt. En ja, eigenlijk met die eerste kleine buisjes. Als je daar een paar watt in doet, een watt of 10 dan kom je toch uit twee van die kleine buisjes. Altijd van 100-105 watt weer uit, hè. Ja, laten we die schiksringen nog beter, dan hadden we 300-400 watt en dan was het pas echt leuk. Hè? Alleen ik moest ermee ophouden, want met die 25 watt module achter die barco, de hele buurt die had problemen met de auto's openmaken. Hè? Dat was echt een probleem hoor. Als ik alleen de stuurzender aan had, dan lag de halve buurt die belde al op van, oké, de ring uitdoen, jongen, we kunnen niet in de auto komen. En je weet, als je één keer aan het stoelen bent, dan kijk je niet naar een tijd. Hè? Dan ging het wel eens heel erg laat worden in het weekend. Hè. Goed, hey John. Ik druk hem nu uit gewoon. Hey, bye-bye. Groeten, we hebben het erover. Bye-bye. Heel kort, professioneel deden ze dat wel. Hè. Dan koppelden ze of heel laat. Bij de driver koppelden ze dat signaal bij. Of zelfs gewoon achter de eindtrap. Hè. Gewoon met twee zenders. Dus zelfs in de buizentijd. Goed, hey, groeten. PSS Echo. Ja, Roger. Ja, ik heb er wel eens gelezen. Hè. En ja, ik heb wel eens wat van geprobeerd. Ja, dat is leuk. Dat is een leuke tijd. Dan moet je nu niet meer met warm komen. Als je ziet wat voor rommel er op zit. En hoeveel van die deuren open is, dan wordt er een probleem op z'n. Hey, groeten, bye-bye. Ik heb die problemen nooit gehad, maar ik ben gestopt in 86 volgens mij. Dus dat was voordat die deuropeners er waren. Dus daar heb ik nooit ellende mee gehad. Ik wil nog van alles zeggen. Ik zeg niks. Groeten. Goed bekeken, maar anders was het niet wat. Perino, laat eens even keurig. Bye bye. Groeten, PA6 Echo en ik ben weg.